Hallo. Waarom stuur jij mij een appje? Ik parkeer nu de auto voor het huis. Ja, ik dacht dat je dat misschien wel prettig zou vinden. Dan weet je dat ik het ben als er een auto stopt op de oprit. Ja, dat is inderdaad wel zo, ja. Zal ik daar voorlopig mee doorgaan? Nou, ik moet er niet aan toegeven. Dat is moeite. Het hoeft niet. Nou ja, ik dacht dat het misschien niet zou oplossen, maar dan doe ik het niet. Dat is ook goed. Kan ik voor jou ook iets inschenken? Doe maar bessensap. Sorry, je was net iets aan het zeggen. Wat wil je niet toelaten? Mijn demonen. Ik wil me niet door ze laten regeren. Ja, eerlijk gezegd was dat wel een beetje aan de hand eerder. Met Billy, nou ja, laat maar. Ik wil zo graag dat je gelooft dat ik juist nu extra op mijn hoede ben. Dat je me vertrouwt. Geloof jij echt dat ik jouw genezing in de weg sta? Ja. Ja, soms wel. En dan denk ik weer, je hebt er helemaal niks mee te maken. Maar tegelijkertijd doe je natuurlijk dingen die... Wat kan ik voor je doen? Ik ben net bij Billy geweest. Ik heb haar gezien, ik heb haar gesproken. Dus zal ik erover vertellen? Dan weet je waar je aan toe bent. Dan weet je wat er speelt. En daarna vertel je mij wat je allemaal dwars zit, waar je over piekert. Weet je hoe fijn ik het vind dat je dit met me bespreekt? Zonder dat het misschien meteen tot een oplossing leidt. Ik heb mijn meeting ook afgezegd. We moeten meer tijd maken om met elkaar te praten. En dan bedoel ik ook echt met elkaar. Met elkaar dus zonder Rob. Dat is prima op de achtergrond als professional. Als je er wat aan hebt tenminste. Maar wij moeten elkaar in deze periode echt niet alleen laten. Verdorie. Ik moet naar op. Wat? Zo laat nog? Ja, dat heeft dus met mijn opdracht te maken dat ik 's avonds laat alleen over straat moet. Kan dat niet een andere keer? Nee, ik heb tijd voor me vrijgemaakt. Ik kan het echt niet afzeggen. Mijn tas. Waar is mijn tas? Ik moet mezelf dus blijven voorhouden dat het gewoon dezelfde wereld is. Alleen dan met maanlicht. Het is gewoon dezelfde wereld.